Ja, dus die slide die je ziet, dat, ik dacht dat is handig om erbij te pakken om het even in te bedden in het grotere verhaal, zeg maar. Dus die, als je een systematische review uitvoert, dan begin je dus met het zoeken van dingen in een aantal bibliografische databases, waar je dan bij komt via interfaces. En PubMed is dan, dan is de database en de interface hetzelfde, maar PsycINFO kan via verschillende interfaces ontsloten worden. De OU heeft nu EBSCOhost, maar een andere is Ovid bijvoorbeeld en ProQuest is er nog één. En die werken allemaal weer net iets anders met wat voor taal je gebruikt om je query in logische expressies te formuleren. Om te kijken wat je wil en in welke velden je wil zoeken en dat soort dingen. Dus je hebt een soort van conceptuele query, die vertaal je naar de verschillende interfaces/database talen voor alle interfaces en databases waar je wil gaan zoeken. En dan gooi je die erin en daar komen dan hits uit. En dan vervolgens ga je die dedupliceren en dan ga je die screenen. Dus daar komt meestal komt er dan maar een hele kleine proportie van wat je had wat je kreeg, hou je over. En dat doe je dan op basis van de exclusiecriteria. En als je inclusiecriteria had, formuleer je die naar exclusiecriteria. Want tijdens de screening kun je natuurlijk nooit een inclusiecriterium hebben wat andere criteria overruled. Dus eigenlijk excludeer je alleen maar. En als iets overal alle exclusiecriteria overleeft, dan behoud je het voor ofwel de volgende screeningsronde of de extractie. Als je geen screeningsrondes meer hebt. Nou, dan die extractie betekent dat je de human readable bronnen, PDF's meestal van artikelen bijvoorbeeld, machine readable maakt. En dat kan op allerlei manieren. En wij doen dat dus met MetaBefore. Dat we dus eigenlijk een R Markdown bestand maken wat ingelezen kan worden in R. Zodat je heel makkelijk later dingen kunt toevoegen, dingen kunt combineren, dingen kunt gaan omzetten naar een bestand voor de ROC. Zodat je het kwalitatief kunt coderen en dan die codes weer kunt importeren bij je data. Zodat je dat kunt combineren. Dus dat is die extractie. En dan vervolgens doe je de synthese. Dat is gewoon de analyse, maar omdat het veld evidence synthesis heet, heet synthese vaak bij systematische reviews en bij meta-analyses en bij scoping reviews, want dat zijn gewoon systematische reviews, heet dat synthese. En dat zijn dan bijvoorbeeld heatmaps of meta-analyse of een kwalitatieve synthese, whatever je denkt dat handig is. Dus dat is hoe je het uitvoert. En als je begint, dan begin je andersom. Dus je begint normaal met nadenken over wat zijn eigenlijk de analyses die ik wil doen, op basis van je onderzoeksvragen. Bij een scoping review is dat meestal veel breder. Dan wil je gewoon de literatuur in kaart brengen. Dus je gaat niet echt over de synthese nadenken. Je weet gewoon dat je descriptief gaat werken. Dat je gaat beschrijven wat je vond. Maar bij een meta-analyse bijvoorbeeld wil je bijvoorbeeld bepaalde hypotheses toetsen. Dus moet je van tevoren weten welke dat zijn. Want dan kun je gaan nadenken, wat heb ik dan vervolgens nodig uit die artikelen. En dan ga je de entities definiëren. En die entities zijn dan alle dingen die je uit een artikel trekt. Dus dat kunnen de auteurs zijn, het jaartal van publicatie, de jaartallen van verzameling van data, effect sizes, manier waarop variabelen zijn gemeten, letterlijk stukken tekst waar de populatie wordt beschreven of waar definities worden gegeven. Of als je heel metawetenschappelijk bezig bent, zou je zelfs stukken uit de inleiding kunnen pakken om te analyseren wat voor soort narratief mensen gebruiken om hun onderzoeksvraag te positioneren. Ik kan me voorstellen dat dat bijvoorbeeld de afgelopen 30 jaar in de psychologie, in de sociale psychologie, heel erg is verschoven. Nu we een beetje van het rockstar-model. Rockstar scientist model af zijn en het sensationele wat meer naar gewone wetenschap. Dus ik kan me voorstellen dat je dat ook ziet in hoe mensen hun introductie schrijven. Ja, dat soort dingen. Dus een entity kan gewoon letterlijk alles zijn. Vandaar ook de vage term. Dus dan definieer je die. En tijdens de voorbereiding zet je die in een spreadsheet. En die spreadsheet is dan een specificatie die dan door dat MetaBefore package wordt ingelezen. En dat MetaBefore package gooit er aan de achterkant dan een R scriptje uit. Wat gewoon een tekstbestand is, echt gewoon een formulier waar je tijdens de extractie de dingen in invult. Als je dat hebt bedacht, wat je allemaal wil gaan extracten, dan heb je dus je entities. Dan kun je dus zinnig gaan nadenken over wat de implicaties zijn voor hoe je query eruit moet zijn en uit moet zien en wat je tijdens de screening moet gaan excluderen. Dus dan kun je de exclusiecriteria opstellen en je screeningsprocedure voorbereiden. En dan, als het goed is, heb je het volledige plaatje om die query samen te stellen, want dan weet je dus wat moet er in artikelen staan. Want je weet wat je gaat excluderen en je weet waar je gaat zoeken. Oké, dus dat is een beetje hoe je dat doet. Nu zijn we dus bij die extractie aangekomen. Dus dan heb je zo'n extractiescript. Dat is dit. En dat extractiescript is dan geproduceerd op basis van die spreadsheet-specificatie die ik net benoemde. Misschien is het handig om die er ook even bij te pakken. Dan zou het mooi zijn als ik de goede heb. Oké, ik pak even een andere, want die van ons kan ik niet zo snel vinden. Maar deze is van een andere studie en het werkt hetzelfde. Dus
Dit is de specificatie van de entiteiten. Dus eigenlijk een uitputtende beschrijving van alles waar jij in geïnteresseerd bent, wat je uit de literatuur wil halen. Deze worksheet heeft de benoemde entiteiten. Er zijn nog een paar andere, die zijn voor nu niet zo relevant. Deze wel nog zo, maar. En die entiteiten die hebben allemaal een soort van human readable naam, een human readable description. Dat is eigenlijk ook de instructie voor de extractors. Dit is een heel simpel voorbeeldje waar ze heel kort zijn, meer illustratief. Maar in principe moet dit vrij uitgebreid zijn, omdat het idee is dat met deze instructie zou een willekeurige masterstudent bijvoorbeeld goed moeten kunnen extracten. Dus dat moet duidelijk genoeg zijn, ja, dat iemand die jou niet is, toch op dezelfde manier die data eruit kan halen. En je hebt een identifier, dat is de manier waarop je naar zo'n entity gaat refereren later in de dataset. Je zou het een beetje kunnen zien als de variabele naam die je uiteindelijk in een kolom in SPSS of Excel wil hebben, zeg maar. De value template hier bepaalt het soort data wat wordt geëxtract. Dus een integer betekent dat je een getal gaat verwachten. String betekent dat het tekst moet zijn. String.mandatory betekent dat het tekst moet zijn en dat hij niet missing mag zijn. Dat is relevant omdat je op een gegeven moment gaat valideren. Want als je met grotere teams werkt, tijdens die extractie kan er best wat fout gaan. En het is vrij kostbaar vaak om weken of maanden later dat te ontdekken en dan terug te moeten naar de oorspronkelijke bron. Sorry. Dus het is handig om gelijk als je hebt geëxtract te zien van, oh, dat heb ik niet helemaal goed gedaan, omdat ik bijvoorbeeld iets ben vergeten of iets niet helemaal goed heb ingetypt of whatever. Dus hiermee kun je die kwaliteitszorg een beetje borgen. Dit ding is dus redelijk editable, zeg maar, voor mensen. Je kunt gewoon hier, als je Google Sheets gebruikt, ook makkelijk in samenwerken en met elkaar over overleggen en dat invullen. En dan op een gegeven moment rolt dit ding eruit aan de andere kant. En dat R-package, die voegt een vriendelijke inleiding toe. En die voegt twee andere dingen toe. Een unieke identifier voor de bron. Dat is de short DOI van het artikel. Een DOI kent iedereen wel, of een DOI. Een short DOI is een dienst van dezelfde aanbieders van DOIs. Shortdoi.org, en die, dat heet shortdoi.org. En daar gooi je een DOI in. En die genereert dan een hele korte DOI. Die gewoon zich verder precies zo gedraagt als een gewone DOI. Dus dat is heel handig, want dat is een gegarandeerd unieke identifier voor een bepaald artikel. Dat betekent dat je dus met onafhankelijke onderzoeksgroepen zelfs, als je maar hetzelfde systeem gebruikt om te extracten, die geëxtraheerde informatie samen kunt voegen. En dat heb je in een grote database. Het tweede wat hij toevoegt is de identifier voor de extractor. Ik heb hier even iets ingevoerd, zodat je kunt zien dat hij dat gaat valideren. Maar meestal is dat bijvoorbeeld bij de OU het acroniem van de medewerker, of een andere code die je bedenkt. Je kunt ook iets heel anoniems doen, bijvoorbeeld extractor 1. Dit is zodat je later in je project nog een keer terug kunt kijken van wie heeft dit eigenlijk geëxtract. En dan beginnen de dingen die je hebt gespecificeerd. Dus in ons geval hebben we eerst in het groepje general, daarbinnen hebben we jaar als eerste entity. Hier staat dan de human readable titel, hier staat die description. Zoals je hier ziet is er nog wel ruimte voor verbetering. Hier staat al year or years. En extractor moet dan natuurlijk weten wanneer, in welke situatie is het dan years. Wanneer is iets in meerdere jaren gepubliceerd. Wij weten dat soms artikelen bij een uitgever eerst online first verschijnen. En dan pas het jaar daarna, soms zelfs 2 jaar daarna, in de version of record, in de officiële PDF-uitgave. Maar niet iedereen weet dat, maar studenten weten dat niet, dus je moet ervan uitgaan dat mensen het niet weten. Dus in principe zou je hier dan uitleggen, wanneer is het dan 1 jaar en wanneer is het meerjaar? En waar haal je dat vandaan, dat soort dingen. Hieronder wordt de value een beetje beschreven die extracted wordt. Dus de value description met voorbeelden. Dus in dit geval, het moet een numeric vector van jaren zijn. Een vector is in R gewoon een lijstje van meerdere waardes. Hier met C combineer je die, dus dat zie je hier staan. Dus 1 of meer jaar en elk jaar moet precies 4 digits hebben. Dus dat is handig als iemand een typfout maakt of zo, dan zou die dat met de check, met de validatie gelijk moeten vinden. Nou, auteurs is een beetje hetzelfde. Hier de naam van auteurs. En kennelijk willen we 1 element per auteur. Dus dat betekent dat je ook weer met C, dat C-commando, meerdere auteurs kunt combineren. De standaardwaarde hier is enter name here mandatory. En dan zou die in principe straks dus moeten valideren en hopelijk moeten zeggen dat dit niet goed is. En dat gaat eigenlijk zo door. Het idee is dat je het eigenlijk gewoon hier terugkrijgt wat je zelf hebt ingevoerd in die Excel sheet. Maar dan op een manier waarbij je dingen dus ook kunt combineren. Dus stel dat je effect sizes extract. Dan weet je van tevoren niet hoeveel effect sizes er per paper gerapporteerd worden. Want soms worden er meerdere studies gerapporteerd of hebben ze meerdere, als je meerdere uitkomstmaten hebt, hebben ze er daar meer van in 1 paper. Dat kun je dan bijvoorbeeld niet in Excel doen, want dan weet je niet hoeveel kolommen je moet gaan reserveren. En op deze manier kun je zo'n blok kopiëren. Deze dan niet, want daar staat er repeating achter. Maar in principe kun je zo'n blok kopiëren
En dan zet je het er gewoon twee keer neer en dan heb je twee effect sizes. Hieronder staat in ons geval een voorbeeld. Even kijken. Hier. Dit is de definitie van een bepaalde variabele. Dus dit gaat over een aantal variabelen. Hier. Even kijken. Hier ergens. Hier waarschijnlijk. Moet nog worden toegevoegd wat wij dan als outcome measures zien. Want dat kan natuurlijk van alles zijn in de studie en in het narratief van de auteurs. Dus hier moet expliciet worden uitgelegd van voor een willekeurige masterstudent die gaat extracten. Dat die snapt wat voor variabelen hier moeten worden opgenomen en welke niet. En daarvan wordt dan bijvoorbeeld hier gezegd, oké, okay, description of one variable in this study. Dat kan ook nog wel iets uitgebreider, wanneer begin je dan met copy-pasten. En dat wordt dan hier gecopy-paste. En daar kunnen natuurlijk meer van zijn in de studie. En je hebt hier, start die met het blokje van de variabelen. En hier eindigt die met het blokje van de variabelen. Dus dat betekent dat je dit hele blokje kun je kopiëren en vaker opnemen. En dan doe je dat gewoon zo vaak als je variabelen hebt. Dat betekent dat we uiteindelijk in de boomstructuur van de studie, krijgen we dan meerdere variabelen die we daarna kunnen raadplegen. En iemand werkt hier dan in. Dat kan natuurlijk ook in Notepad of Notepad++. Of in Word, desnoods, want daar kun je ook platte tekst mee editen. Maar het voordeel van R is dat je die syntaxkleuring hebt. Dat je dus ziet van, oké, dit is oranje, dat is NE. En als je een string typt, dan is het een andere kleur. En als je dan iets fout, iets vergeet, dan zie je ook gelijk, oeh, hier gaat iets fout. Want hij denkt opeens dat dat allemaal een string is, tot daar. Dus je hebt gelijk een soort van beveiliging dat je het goed doet. En als je dan klaar bent, dan kun je hier op knit klikken. Dat betekent dat hij het samenbreidt tot het resultaat. Dan gaat hij eigenlijk alle R-code combineren met de gewone normale tekst die in een artikel staat of in een document staat. En dan krijg je in dit geval dit overzicht. Dus hier zien we dat de extractor was die tekst die ik net even had ingetypt. Hier staat niks. Hier staat normaal de identifier van de source van het artikel, oftewel de short DOI. Maar die was er nou niet, want die hadden we leeggelaten. Dus daar staat niks. Hier staat de boom van de extracted entities. Die zijn hiërarchisch georganiseerd, omdat dat handig is in het leven, maar ook omdat je soms meer ergens van hebt. Je ziet hier bij variabelen, hebben we een variabele, die heet SSD. Dat had ik net ook even ingetypt, zodat er iets staat. We kunnen even teruggaan, even kijken. Waar was dat ding? Oh ja, hier. Hier zagen we dat de identifier van de variabele SSD was. En dat zie je hier dus ook terugkomen, dat we hier SSD hebben. Hier staat een tabel met de waarden die zijn geëxtract van al die dingen. Dan zie je dat we eigenlijk bijna nergens een waarde hebben geëxtract. Behalve dan hier en hier. En vervolgens de resultaten van de validatie. En daar zie je dat dit fout ging. Dus de source identifier, die leeg was, valideert niet. Dus dat is niet goed. Extractor hadden we wel gespecificeerd, dus dat gaat goed. Nou, dit gaat goed, maar hier gaat het fout en daar gaat het fout, et cetera. En dan als extractor ga je door tot het allemaal groene vinkjes zijn. En dan ben je blij. Wou jij iets... zal ik de opname uitzetten? Of wou je nu een vraag stellen? Dat die opstaat? Nee, laat maar even opstaan. Maar ik heb inderdaad wel een vraag. Want je vult het in per artikel. Mm-hmm. Dus wat doe je nou als je klaar bent met één artikel? Wat doe je dan heel concreet? Meestal even pauzeren. En bestand... Het hangt er vanaf hoe je werkt. Wat ik zou doen, is dat ik het via Git zou gaan committen. Maar dat doen heel veel mensen niet. Dus wat je denk ik doet, is dat je het bestand of in een gedeelde map zet op Serve Drive of op Research Drive, of mailt naar whoever je in je groep, in je data management plan, designate als de persoon die dingen combineert. Uiteindelijk heb je dus een hele serie van die bestanden. En wat je dan uiteindelijk gaat doen, is dat je die gaat importeren. Dan krijg je in R een object met al die data erin. En daar kun je dan verschillende dataframes uittrekken, afhankelijk van waar je behoefte aan hebt. En wat je dan ook kunt doen is dat je bijvoorbeeld de definities, stel dat je een scoping review naar definities ergens van doet, wilt voorbeeld, dan zou je al die definities kunnen wegschrijven naar een ROC-bestand, zodat het klaar staat voor kwalitatieve analyse. Dat codeer je dan en dat importeer je dan weer in dat object, waardoor je het ook weer in dataframes kunt krijgen die je eruit trekt. Die je dan kunt wegschrijven naar Excel of SP6 of in R verder kunt analyseren. Oké, maar nu heel concreet. Wij gaan dit volgende week invullen. Met z'n drieën, alle drie een ander artikel. En dan, even echt heel concreet, wat gaan we dan aanklikken? Dus wat je doet,
Ja, ik kan bovenin niet alles zien. Dat komt omdat mijn Teams-balkje daar overheen zit, denk ik. Dus de knopjes kan ik niet zien. Ik weet niet of jij iets naar beneden kunt. Dus bedoel je dat hij. Ja, nou kan ik Oh ja, alles ik snap wat zien. je bedoelt, ja. Kan hij wel naar beneden? Dus, in het project, in dit project van ons, staat Ja. deze directory: Extraction RxS spec. Dus spec staat voor specification. En RxS is R Extraction Script. Dus dit is het R Extraction Script specificatie. Hè? En daar staat deze template in. Die template is dit bestand wat je hier open ziet staan. Dus het eerste wat je doet, is dat je dit ding kopieert en naar een bestand met een handige naam. Wat handig is om in die naam te zetten, meestal is bijvoorbeeld de eerste auteur en het jaartal en die short DOI. Want dan kun je op allerlei manieren kun je het makkelijk terugvinden. En dan scheid je die met underscores of streepjes of whatever, daar moet je iets voor bedenken hebben. En dan heb je dus die naam op een consistente manier gegeven. Nou, dan dat nieuwe bestand wat je hebt opgeslagen volgens die conventie, dat ga je dan invullen voor die PDF. En dat sla je op. En dan ga je in principe door naar de volgende. En uiteindelijk wissel je al die bestanden met elkaar uit. Als je klaar bent. En je kunt ook al oefenen als je eerder wil oefenen, zeg maar. Als je eerder wil testen. En dan worden ze geïmporteerd door R. En dan kun je gaan analyseren eigenlijk. Wij hadden het idee om, we zijn met z'n drieën, dat we alle drie als een treintje, zou ik maar zeggen, door die artikel heen gaan. Dus screener of extractor 1, die doet artikel 1 tot en met 5. En extractor 2 doet artikel 6 tot en met 10. Extractor 3 doet 11 tot en met 15. Maar dan wisselen we. Dus alle artikelen worden wel door alle drie de extractors bekeken. Dat was nu het plan. Dan kun je gewoon, neem ik aan, weer in hetzelfde document verder werken, toch? Dat maakt verder niet uit. Ja, Dus dat als ik kan. hieraan heb gewerkt, ik heb hem opgeslagen en ik deel hem met jou, stel dat jij de andere extractor bent, dan kun jij daar weer ook in verder werken. Het hangt vanaf hoe je het wilt doen. Qua kwaliteitszorg zou je in principe onafhankelijke extractie willen natuurlijk. Want als ik iemands document heb, dan zit ik in een andere modus. Dan ga ik niet zelf op zoek van wat zou ik hier extracten. Dan ga ik gewoon kijken, kan ik dit terugvinden en lijkt dat een beetje redelijk. Dus dat betekent dat je veel minder vaak inconsistenties gaat tegenkomen als je al start vanuit een geëxtraheerd document. Tegelijkertijd, afhankelijk van hoeveel middelen je hebt, is het lang niet altijd zo dat er meerdere extractors extracten. Dus je kunt ook zeggen, het is sowieso al goed dat er überhaupt drie mensen naar kijken. Dus als één iemand de extractie doet en twee checken dat, dan is dat al super grondig. Heel vaak zijn die checks alleen maar steekproefsgewijs. Dus dat kan op beide manieren. Als je met z'n drieën extract, dan zou je eigenlijk dus die drie willen importeren en willen vergelijken. Dat je een soort tabel krijgt. We zagen net de tabel hier met uitkomsten. Deze zou je dan eigenlijk willen, maar dan met drie kolommen. Dat de node value per extractor getoond wordt. Want dan kun je makkelijk vergelijken van oké, wat heeft iedereen overal eigenlijk geëxtract? En dan kun je kijken als dat niet hetzelfde is. Waarom hebben we dat zo gedaan? Ja, wat we ook hebben afgesproken is dat in de PDF's van de artikelen we geel markeren de teksten die we dus overnemen. Of overnemen, ja, hierin zetten dan. Dus de ander die kan dan wel zien wat de vorige extractor al heeft aangemerkt. Dus wij hebben er wel voor gekozen om de teksten letterlijk over te nemen. Dus niet te gaan inkorten of in eigen woorden te gaan samenvatten. Dus vandaar ook dat wij het idee hadden, ja, als dan nummer 2 en 3 ook nog ernaar kijken, ja, het is al geheel gearceerd, dus, maar misschien zie jij nog weer dingetjes die de ander over het hoofd heeft gezien, of, nou ja, we staan in het begin, dus misschien komen we er daar wel achter dat een andere werkwijze inderdaad handiger is, maar dit was zoals we het nu hadden bedacht. Ja, volgens mij is dat prima. Volgens mij is dat heel goed. Je hebt een mooie balans, zeg maar, tussen enerzijds heel hardcore gewoon helemaal parallel extracten en dan vergelijken. En aan de andere kant steekproefsgewijs kijken. Dus het is veel grondiger dan wat ik wel vaker zie gebeuren. En je kunt die werkwijze ook altijd aanpassen. Als jullie Ja. straks over die entities we hebben nagedacht en dus hebben geherformuleerd, dat je dus letterlijk gaat extracten en dan daarna coderen in plaats van meer met categorieën werken. Dan bevries je gewoon een volgende versie van een preregistratie.
En dan ga je aan de slag. En dan kun je op een gegeven moment zeggen van oké, we hebben er nu 20 of 30 gedaan en we hebben ontdekt dat we het toch anders willen doen. Bijvoorbeeld omdat je het altijd eens bent, of omdat je het nooit eens bent, of iets tussenin. Dan pas je plannen aan, dan registreer je gewoon weer en dan onderbouw je dat en dan kun je verder. Ja, we hadden nu bedacht dat we eerst alle drie vijf artikelen dus extracten. Dus ieder vijf verschillende. Dus dan hebben we er 15 gedaan en dan rouleren. Dus dan die 15 hebben we dan alle drie bekeken. En dan hopen we dat we een vrij goed beeld hebben van of dit werkt of niet. Of dat er nog veel entiteiten bij komen of verfijnd moeten worden. Ja, en na die ronde, daar moeten we dus nog mee beginnen. Dan wordt misschien ook duidelijk of we nog meerdere rondes nodig hebben. Maar zo was nu het idee, dus na iedere vijf. Ja, supergoed. Volgens mij is dat een heel goed plan. En de Ja. extractie zelf is eigenlijk alleen maar gewoon dingen op de goede plek copy-pasten of intypen. Dat is alles. En je staat dus wel wat R-code tussen, maar die kun je in principe negeren. Daarom al die comments overal, dat je niet te veel wordt afgeleid als het goed is door de R-code. Ja, dus voor ons is het nu zaak om eerst te zorgen dat die entiteiten helemaal goed zijn. Dus dat we gewoon gaan beginnen met extracten en kijken of daar nog veel aan verandert. En als we denken, oké, nu zijn die entiteiten goed, dan kunnen we dit scriptje aanpassen, dat het hier ook goed in staat. En dan kunnen we het echt hier gaan invoeren. Dat is denk ik dan nu het handigste. Ja, en als je dus al weet met entiteiten dat je veel gewoon als tekst gaat extracten, dan zou ik nu alvast die herformuleren met dus de instructies voor de extractor van wanneer je dan begint met copy-pasten en wanneer je maar één blok pakt of wanneer je eventueel nog zinnen van elders ook meepakt en hoe je dan weet welke je moet pakken en dat soort dingen. En dat wordt natuurlijk ook beter hè, naarmate je het meer doet. Maar het is op zich Ja. handig om alvast met elkaar te bespreken van wat vinden wij dan de beschrijving van de populatie of zo. Ja, dat moeten we nog gaan ontdekken. Eén extractor is al wat verder dan nummer 2 en 3. En die extractor die had ook al het goede idee om dan Notepad of zo of Kladblok te gebruiken en daar dan de teksten in eerste instantie in te zetten als je zo'n artikel aan het doornemen bent. En dan kun je ook mooi de stukjes daar al bij elkaar zetten. Dan heb je een beetje het overzicht. Want dat is wel, denk ik, met dit moet je best wel wat scrollen. En ja, we denken dat dat goed werkt. Maar ja, hoe we het nu doen eigenlijk, is het selecteren van de tekst gewoon van waar we denken dat dat nuttig is. Dus alles wat ervoor en daarna komt, dat laten we weg. En het kan dus best zijn dat van één entiteit uit het artikel op drie plekken informatie wordt gehaald, maar die dan bij elkaar wordt gezet bij zo'n entiteit. Zo hadden we het nu bedacht. Maar ik zou weten wat een andere mogelijkheid is. Dus ik weet niet of jij daar nog ideeën voor hebt, dat we daar over Nee, na dus kunnen denken. ja, dit is prima, denk ik, want je pakt gewoon alle relevante informatie samen. Het is vooral dus belangrijk dat helder is wat je dan als relevante informatie ziet. Want stel dat dat fout is, dan is het handig dat andere mensen dat zien, want die kunnen dan zeggen van hé, je conclusie is gebiased, want je hebt dit zo gedefinieerd, maar eigenlijk kan het ook zo bekeken worden en dan. Dus dat is belangrijk. Je zou het heel gedetailleerd kunnen doen, dat je gewoon een repeating entity maakt voor elk fragment. Dat je zegt binnen populatiebeschrijving wordt elk fragment een apart stukje. En je zou kunnen zeggen van oké, ik voeg ook de pagina waar het staat toe, of de sectie waar het staat. Snap je, daar kun je allemaal dingen mee in analyses in theorie, als je daarin geïnteresseerd zou zijn. In jullie geval is dat denk ik overkill, zeg maar. Maar je kunt dat zo gedetailleerd maken als je wil. Oké, nou dat is wel om het met elkaar over te hebben. Of we bijvoorbeeld de paginanummers erbij gaan zetten of ja. Ja, ik zou niet zo gauw weten wat je ermee kan hoor. Want kijk, vooral, weet je, jullie zijn een beetje verschoven richting tekstextracten, omdat je daarmee eigenlijk hogere ja, fidelity, waarheidsgetrouw, waar, nou, in elk geval je blijft dichter op het oorspronkelijke ding. En dan kun je daarna nadenken over wat voor categorieën wil je. Omdat je gewoon niet helemaal zeker weet of de 10 categorieën die je van tevoren bedenkt wel echt alles goed dekken en wederzijds uitsluitend zijn en zo. Dus dat is al een stap richting hogere validiteit eigenlijk. Maar die paginanummers hebben daar niet echt een rol, denk ik. Ik Nee. bedoel, dan zou je al iets moeten, al een hypothese bijna, een idee moeten hebben bij wat een paginanummer ergens over zegt.
Ja, het enige wat ik me kan bedenken is dat dat makkelijker terug te zoeken is voor als iemand iets wil terugvinden of wil kijken of we het goed gedaan hebben. Ja, dat zou inderdaad kunnen, ja. Dat is mooi. Maar ik weet niet of dat dan de moeite is, want je hebt al letterlijk geëxtract natuurlijk. Dus mensen kunnen ook een paar woorden doen en Ctrl-F en dan is Ja, dat snel gewoon. precies. Dus, maar goed, Ja. daar kun je allemaal over nadenken. Dat is allemaal voor's en tegen's. Ja. Ja, we hebben best wel wat artikelen nu, 228, dus we moeten ook wel een beetje pragmatisch zijn. Dat lijkt me dan heel verstandig. Ja. En dan kun je inderdaad ook nog zeggen van oké, als we er 30 of 40 gedaan hebben of 50 of zo, dan gaan we dan de dingen die we hebben geëxtract coderen. En dan hebben we misschien genoeg vertrouwen dat de categorieën waar we dan op uitkomen zinnig zijn. En dan kun je daarna natuurlijk sneller extracten. En dan zou je zelfs nog een andere categorie kunnen handhaven, die je dan elke 50 geëxtraheerde artikelen evalueert om je categorieën eventueel te herzien. Dat kan ook nog. Maar je kunt ook gewoon op het eind coderen en dan. Ja, dat moeten we gaan ontdekken. Zijn er nog Is andere dat. dingen? Sorry. Ja, nou ja, toch nog even. Dat coderen. Je zei net na 40, 50 artikelen kun je alles gaan coderen en kijken of. Nou ja, hoe dat gaat en of je dan op een andere manier verder kunt. Oh, ik heb een vraag. Ik heb een vraag kwijt. Dus het gaat over aanpassen van procedure, preregistreren of herhaaldelijk preregistreren. Ja, want we gaan dadelijk een nieuwe preregistratie doen, omdat we ook bij het eerste gedeelte toch op bepaalde punten wel wat aanpassingen hebben gedaan. Is het dan ook dat je dus tijdens de extractiefase ook nog het formulier weer kunt bevriezen? Of beschrijf je dan gewoon na de extractiefase, oké, we hebben gaandeweg na 40, 50 artikelen, noem maar wat, om het voorbeeld maar weer te noemen. Gecodeerd en toen hebben we besloten om zo en zo verder te gaan. Dus mijn vraag is eigenlijk wanneer ga je precies dan weer die preregistratie aanpassen en dus ook ja, Ja, en op een bevriezen? gegeven moment wordt het natuurlijk ook een registratie. Preregistratie is in principe Ja. voor en daarna wordt het gewoon een registratie. Kijk, idealiter zouden wij wat beter en wat transparanter geschied schrijven over wat we doen en wat onze onderbouwingen zijn en wat de beslissingen zijn en zo. Die preregistraties die nu populair worden, zijn een soort van inhaalslag daar. Als je alleen van tevoren preregistreert en alleen op het eind uitlegt waar je bent afgeweken, dan geeft dat al veel meer inzicht dan niks. Maar als je een langer proces hebt, vooral waarbij de methode iteratiever is, zoals hier, dan is het natuurlijk handig om elk moment, op dat moment, je perspectief vast te leggen. Als je alleen op het eind gaat zeggen van we hebben het zo en zo anders gedaan, dan weet je natuurlijk niet meer precies wat toen de overwegingen waren. En soms kun je dat gewoon nog niet meer terughalen. Dan was iets toen een goed idee met een bepaalde onderbouwing. Die onderbouwing was misschien niet handig, maar op dat moment weet je dat dan nog niet. Later is het dan heel moeilijk om terug te halen wat die onderbouwing was, want dan denk je van ja, dat kan het niet geweest zijn, want dat is een dom idee, dat weet ze. Dus ik zou gewoon zeggen, elke keer als je een soort van reflectiemoment hebt en maakt een aanpassing, dan zou ik zeggen pas de preregistratie, want dat is meestal niet zoveel werk, hè? Je hebt gewoon die preregistratie, dus je past één of twee alinea's aan, want je past natuurlijk alleen maar de extractie aan hier bijvoorbeeld. En dan leg je uit wat je anders doet en waarom. En dan bevries je hem weer. Je hoeft hem niet helemaal Ja. opnieuw te typen of alles aan te passen ofzo. Je kunt gewoon ook zeggen als je preregistreert, we hebben nu item 23b of zo aangepast. Dus je kunt zelf een beetje kijken. Kijk, op zich is preregistreren sowieso al goed, hè? Dus alles wat je daar verder nog mee doet, is mooi meegenomen. Het is meer ook voor jezelf dat je later nog je proces goed kunt terughalen. Ja, dan zit ik even te denken, dan zou ik het eigenlijk bij de screeningfase zouden we dan nu al kunnen doen. Ik zou nu dus, omdat je nu al weet dat je de entiteiten gaat herformuleren. Dus dat zou ik dan wel nog even doen, want dat is eigenlijk het proces waar je nu in zit. Snap je? Je zit nu in een soort tussenfase. Ja. En dan zou ik zeggen van als je de entiteit hebt geherformuleerd en dus het nieuwe extractiescript is geproduceerd, dat lijkt een logisch moment om te zeggen van oké, screening is afgerond. We hebben nu goed nagedacht op basis van wat we hebben geleerd tijdens de screening en door naar artikelen te kijken hoe we anders willen gaan extracten dan we oorspronkelijk hadden bedacht. Dus nu doen we het zo. En dan kun je daarin al zeggen, we gaan over 15 artikelen weer evalueren en weer preregistreren. Maar je kunt ook zeggen, we gaan waarschijnlijk nog eens een keer weer. Dat is natuurlijk strakker als je het precies specificeert. Maar dit is een scoping review, hè? Het is niet dat we een hypothese toetsen. Dus de kans op bias is sowieso al
nihil. Ja. Oké, dankjewel. Was dat het? Dan zet ik nou de opname Ja, uit. ja. Ik ben heel benieuwd hoe dit allemaal lukt.